Ja, het is iets waar kinderen van kunnen dromen. Astronaut worden. Voor weinigen is het ook daadwerkelijk weggelegd. Maar voor een paar scholieren is een heuse astronautentraining bij de NASA in Alabama, Amerika, wel erg dichtbij. En vandaag streden ze voor een plekje daar in het Mekka voor de ruimtevaart. Of het ooit zo ver zal komen is natuurlijk maar de vraag. Maar er kan vandaag een flinke stap in de goede richting worden gezet. Want in Amerika wacht een training bij International Space Camp die hetzelfde is als die van echte astronauten. Ze gaan ruimtewandelingen maken, ze gaan space shuttles besturen, ze gaan experimenten doen. Kortom, ze zijn eigenlijk helemaal ondergedompeld in de wereld van de ruimtevaart daar. Vond de eerste bemande maanlanding met Apollo 11 in 1969 plaats. Is dat ja of is dat niet goed? Nou, ik moet jullie allemaal feliciteren, want jullie hebben het goed. Na deze eerste ronde blijven 8 kandidaten over. Zij krijgen vervolgens een persoonlijk gesprek en daaruit worden de 2 beste gekozen. Een jongen en een meisje. Voor de deelnemers is het een spannende dag, want dat tripje naar NASA zien ze wel zitten. Het is al sinds kinds af aan is dat een passie van mij geweest. En ja, ik vind het echt een schitterend gevoel en om het mee te maken. Dat vind ik wel heel geweldig. Het is hartstikke speciaal, want nou ja, dit maak je niet echt veel mee. Dus ja, hoe vaak ga je nou hierheen en vragen beantwoorden en gewoon kans maken om naar Amerika te gaan. Ja. Aan het eind van de dag is het zover. Wie van de ruimtevaarders in spe mag naar de USA? Van harte gefeliciteerd. Jij mag naar Amerika. Van harte gefeliciteerd. Besef je het al? Nee, nog eventjes een paar dagen, misschien een week. En dan ga ik pas denken van, nee, ik ga toch echt. Nee, ik besef het nog niet. Ik denk dat het groot impact is als je gaat. En als je die reis gaat maken. Wie weet zien we ze ooit terug als bemanning van de Space Shuttle. Yeah!